Tweede paal is de paal. En direct een doelpunt. Mooi doelpunt vanaf. Hier komt de corner. Naar de tweede paal. En direct binnen getikt. En een aanval van Anderlecht. Een counter. Een gooi alleen op de vol. En inderdaad 0-2 voor Anderlecht. Mooi doelpunt. Alweer van de counter. Zoals ik zeg, ze zijn favoriet. Paris Saint-Germain. Hele mooie kans. We zien hier de herhaling. Keeper was kansloos uiteraard. Een 1-1 situatie. Nummer 7. Daar gaat hij. Hele mooie bal links. Dat is ook de topscorer zoals ik daarnet. Deze wedstrijd. Laat staan dit toernooi. En een goal. Speelt de bal diep. Voorstel de flank. En 0. Oh. Ja, toch wel. Even een karambolfase, maar toch 3-0 na 7 minuten. Hier kijken we de herhaling. Mooi getrapt, onderkant lat. En dan, ja, de spits was te ver. Hij had beter moeten afdrukken en trappen naar doel. Hier is terug een kans van Anderlecht. Alar en doelpunt. Maar nee, het is offside. Hier is weer de herhaling. Mooie pas. Mooi shot. Maar inderdaad, offside. En een lange bal. Maar veel te kort naar de eerste paal. Daar stond niemand. En een trap naar de... Oh, dat was een mooi genoeg. Hij draaide iets te sloom. En kon dan afdrukken, maar kadreert de bal. Mooi gedribbeld van nummer 6 van Anderlecht. Gedribbeld rond 3 personen. En een mooie bal. En net naast getrapt. Dribbelt zich door 3 mensen. Geeft de bal naar nummer 17 op de flank. Hij legt de bal centraal. Nog een kleine 5 minuten op de klok. Met extra tijd. De aanvoerder doet de bal diep. Daar staat iemand alleen voor goal. Onbegrijpelijk. En wat een redding van de goal van Anderlecht. 3 maal toe naar doel getrapt. En de keeper heeft een fenomenale zet gereed. Hier zie je het. Mooi gekopt. En 2 en 3 maal. Counter van Anderlecht. De rechterflank. Kap naar buiten, maar beraden van de keeper. En tweede doeltrap. En ja, 4 Anderlecht kwam vanuit de tweede lijn, vanuit de baklijn, naar voor. Middenvelder met een offensieve ingesteldheid. En dan kan de eerste poging werd gekeerd door de verdediger. En ja, dan krijg je een tweede kans. En dat werd maar een koud kunstje. Hij kan de... Wat mag jij?